Ik ben Mirja, ik ben 40 jaar, ik woon in Ede en ik hou me onder andere wel eens bezig met het maken van liturgische bloemstukken in de kerk. En daarnaast ook nog heel veel andere dingen. Ik zing graag, ik ben een peuterjuf en ik vind het gewoon heerlijk om creatief bezig te zijn en buiten te zijn. En met dit heb ik eigenlijk een soort combinatie. Ja, liturgische bloemschikken. De meeste mensen hebben eigenlijk geen idee wat het is. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik ben er eigenlijk zomaar ingerold, omdat degene die dit bij ons in de kerk deed, die stopte ermee omdat ze last van haar armen had. Of ik het dan niet wilde gaan doen en ik had werkelijk geen idee wat het was. Dus ik heb er een beetje in verdiept en inmiddels wat boeken aangeschaft waar je dan wat ideeën uit kunt halen. Maar verder is het eigenlijk gewoon heel veel gewoon doen, beginnen en doen. En je creatieve brein gebruiken. En als het dan om liturgische bloemschikken gaat, dan eigenlijk is het waar woorden niet zoveel meer kunnen vertellen. Dat kan je dan met allerlei voorwerpen, met getallen, met bloemen natuurlijk dus. Maar ook met allerlei materialen, zoals ik heb hier dan touw liggen bijvoorbeeld. Linnen, stof, er zijn gewoon ontzettend veel dingen waar je een bepaalde symboliek mee kunt weergeven. En daarmee vertel je eigenlijk een verhaal. En de meeste bloemstukken heb ik gemaakt rondom de Stille Week, rondom Pasen. Maar ik heb ook wel eens een bloemstuk gemaakt voor een bruiloft of als een cadeau voor iemand. En dan echt een heel persoonlijk cadeau waarin ik dan in het bloemstuk kon weergeven wie die persoon is in het dagelijks leven, waar het voor staat. En dan kan je met kleuren of bepaalde bloemen, kan je dat dan heel goed laten zien. Voor een bruiloft heb ik inderdaad ook wat gemaakt. En zo zijn er veel meer. Ik zou het stiekem eigenlijk wel vaker willen doen, omdat je ook rondom Pinksteren, rondom allerlei feestdagen, zeker in de kerken, ontzettend veel zou kunnen vertellen met het maken van een bloemstuk. Ik heb inmiddels een aantal boeken verzameld, waar ik vooral ideeën uithaal. Daarnaast ik ook op internet vind ik ook eigenlijk wel veel. Of ideetjes. Weet je, het is eigenlijk niet dat ik dat met Pasen of zo ga beginnen, maar het hele jaar door kom ik dingen tegen dat ik denk, oh, dat is handig voor dit, of oh, dat is handig voor dat. Dus ik ben eigenlijk altijd wel aan het denken en verzamelen. En dit boek is eigenlijk wel het boek wat ik het meeste gebruik, want hier voorin staat een rijtje met uitleg van alle symbolieken. De kleuren staan er allemaal in en inmiddels, heb ik het al zo vaak gedaan dat je de aantal dingen wel weet, maar kijk, je kunt niet alles uit je hoofd weten. Ik heb hier tot een heel rijtje met getallen en vormen. Je hebt voorwerpen, materialen, elementen. Er zijn ook bladzijs vol. En natuurlijk alle soorten bloemen. En iedere bloem staat dan weer ergens anders voor. Dus deze gebruik ik eigenlijk altijd wel een beetje als leidraad om bepaalde, juist die bloem erbij te pakken die echt hiervoor nodig is. Ja, en verder, ik haal wel eens wat ideetjes eruit, omdat je dan bijvoorbeeld met stenen zie ik dan, dat ik denk, oh ja, stenen kan ik veel mee, of houtskool of zo. Maar eigenlijk geef ik het dan daarna wel weer mijn eigen draai aan. Dus het is voor mij eigenlijk meer om te weten van, waar staat een bepaalde symboliek voor. Dus dan, de rest zit toch eigenlijk het meeste in mijn hoofd. Zoals ik net al vertelde, ik ben hier eigenlijk gewoon ingerold. Degene die dit altijd deed, die vroeg dus of ik dit wilde gaan doen. En ik had werkelijk geen idee. En er zijn workshops voor, die kun je wel volgen. Maar echt een opleiding is er niet voor. Er zijn wat cursussen en wat workshops. Ik weet dat de Protestantse Kerk Nederland er af en toe eentje geeft. Dus ik ben wel van plan denk ik om ooit nog eentje te gaan volgen. Maar er zijn er niet veel. Dus het is vooral zelf bedenken en... Weet je, in de meeste kerken is er ook gewoon een groep, hè? Een groep die zich hiermee bezighoudt. Dus dan met elkaar heb je natuurlijk ook steeds meer inspiratie en zo. En dan groeit het ook wat breder, denk ik. Dus er zijn kerken die zijn heel enthousiast hierin. En die zetten dan ook zo'n workshop op. En dan kun je je kunt wel wat brochures dan aanvragen. Bepaalde thema's hebben ze dan ook uitgewerkt. Ja, weet je, het is gewoon heel erg belangrijk wat je leidraad is. Kijk, als ik heb toen ooit een keer cadeautje gemaakt voor iemand. Dan vraag ik van, dit was dan voor een moeder. Nou, wie is jouw moeder? Dus dan bepaalde dingen als iemand die betrouwbaar is. Of
altijd heel druk met kleinkinderen of zo. Dus toen heb ik op een gegeven moment bijvoorbeeld de kleur blauw. Dat is echt een kleur die staat voor trouw. Dus dat zijn dan dingen die ik er wel in verwerk. Dat is dan heel, heel duidelijk. En als het gaat over de stille week in de kerk, ja, dan zijn er een aantal bijbelgedeelten die... kijk, die vormen de leidraad voor het hele verhaal. Dus ik ben nu ook alweer bezig voor de komende stille week. Ja, dat is een kwestie van de bijbelgedeelte allemaal lezen. En dan haal ik daar bepaalde punten uit van. En ik probeer dan zoveel mogelijk concrete dingen te zoeken. Dat je daar een voorwerp aan kan koppelen. Dus ja, daar moet je wel aan houden. Dat het wel echt ook past. En dat het eigenlijk een verdieping is van hetgeen wat er al verteld wordt. En ja, wat al zichtbaar is. Dus dat het wel, daar moet je wel aan houden. En er zijn natuurlijk wel bepaalde getallen. Kijk, als het over de drie-eenheid gaat, ja, dan moet je niet met vijf dingen gaan beginnen. Dan hou je wel die drie. Of ja, als je dan naar de vormen kijkt, als het gaat over zand of woestijn, weet je, dan kun je al heel makkelijk iets neerleggen. Dus echt je ergens verplicht aan houden hoeft niet. Maar ja, het is wel mooi om de symboliek die er is, die bestaat, om die dan wel te gebruiken. Ja. Ik wil even een voorbeeldje maken. Vrij eenvoudig, maar waar wel gelijk heel veel symboliek in zit, die iedereen eigenlijk wel zal herkennen. Ik heb nagedacht over de Stille Week. De Stille Week kan natuurlijk ook heel breed zijn, maar ik heb even voor de Goede Vrijdag een beetje gekozen. En dan vooral dan het verraad van Judas, dat hij de Heer Jezus verraadt. En dan het lijden van de Heer Jezus zelf, om dat dan bij elkaar te doen. Dus ik heb eigenlijk dan voor deze bloemen gekozen. En dat zijn de anemonen, heet deze. En anemonen die, ja, heeft dan eigenlijk te maken met de legende. Volgens een legende stonden deze dan aan de voet van het kruis van de Heer Jezus. Nou, daar kan je dan heel veel van vinden. Geloven of niet geloven, maar goed, het is een legende. Maar in principe gaat het daar niet om. Want het gaat eigenlijk ook hierin weer om de symboliek die erbij hoort. En rood is dan wel weer een kleur die hoort bij het lijden van de Heer Jezus. Dus omdat het die legende is, die dus volgens die legende, hè, stonden deze bloemen dan aan de voet van het kruis. En de kleur rood. Ja, dan heb je eigenlijk al twee dingen te pakken die een hele mooie symboliek weergeven. Dat zijn dan de rode anemonen die er dan heel mooi in kan verwerken. En daarbij heb ik Judaspenning, heet dat. En eigenlijk heet dit dus ook letterlijk Judaspenning, omdat deze ronde vliesjes, die lijken op de zilverlingen waarmee Judas de Heer Jezus verraden had. Die later ook door de kerk heen smeet. Dus zo heb je eigenlijk twee bloemen waar je al heel veel mee kan vertellen. En ook dit is eigenlijk wel weer een voorbeeld van dat je dus... niet vandaag kan gaan nadenken over wat ga ik maken. Want dit bloeit gewoon nu buiten niet. Dus dat moet je ergens gewoon een andere tijd van het jaar al verzamelen. Omdat je weet van nou ooit ga ik dit met de stille week weer nodig hebben. Dus nou zo verzamel je een heleboel dingen. Ik heb ook wat stenen ook gewoon van buiten gehaald. Stenen staan eigenlijk symbool voor een stukje puinhoop. En het is eigenlijk dan niet dat ik al in mijn hoofd heb van, oh, zo gaat het helemaal worden. Op een gegeven moment, ik begin gewoon en dan wordt het wat. Nou, wat ik altijd wel als basis gebruik is, is een stukje oase. Omdat je hiermee heel makkelijk de dingen natuurlijk in kan steken. En je wilt wel dat de bloemen wat langer blijven staan dan alleen vandaag. Je zou ook vaasjes eromheen kunnen zetten, maar dat is dan weer, dan wordt het toch weer minder één geheel. Dus ik heb nou hiervoor gekozen. Dan wil ik eigenlijk hiermee beginnen, zodat je die puinhopen eigenlijk wel een beetje de basis ook vormen voor dit alles. Ja, dus als ik zo nu bedenk, dat ja, dit is eigenlijk alweer te groot of te hoog. Dus dan denk ik, nou, zo ga je gewoon al creërend aan de slag. En dan doe ik hem gewoon naar midden, want nou, hij is dus te groot. Passen en meten en dan op een gegeven moment dan kijk, nu wordt het wel iets meer een geheel. Nou, als dan die anemonen stonden aan de voet van een kruis, is inmiddels heb ik ook al wat meerdere kruisen gemaakt.
Ik heb ooit de Heer Jezus die aan het kruis hing in het midden met de twee misdadigers daarnaast. Dus ja, dan hou je toch weer drie kruisen over. Ik bewaar ze ook gewoon, je weet nooit. Ik heb deze heel bewust een ruw houten kruis gemaakt. Ja, het is een kwestie van neerzetten. En op een gegeven moment bedenken van nou, staat het niet. De bloemen eromheen. Dan kan je dus nagaan denken van hoeveel bloemen ga ik doen. Wil ik bijvoorbeeld 7, getal van de volheid. Of wil ik alleen maar 3. Als je het dan hebt over de 3 eenheid van God. Nou, in dit geval kies ik nu een keer voor 3. Het is ook echt bloeien aan de voet van het kruis. En daartussendoor aan de Judaspenning. Nou, het is natuurlijk niet mooi als je dat dan allemaal nog de oase er doorheen ziet. Dus in mijn eigen tuin groeit heel wat mos. Dus dat is gewoon een kwestie van de tussenstoppen. Alles een beetje bedekken. En zo groeit langzamerhand een bloemstuk. En soms in de stille weken is het een hele week waaraan je iets werkt. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om eerst klein te beginnen en een bloemstuk steeds verder uit te breiden. Je kunt een bloemstuk dus laten groeien. Als ik dan kijk naar de stille week, het begint eigenlijk met het verraad van de Heer Jezus door Judas op de Witte Donderdag. En dan is het heel duidelijk de Judaspenning en de rode anemonen die staan voor het lijden van de Heer Jezus. Dus dat is dan de Witte Donderdag. En zo kan je dus een bloemstuk laten groeien. Als het dan de volgende dag is de Goede Vrijdag. Kijk, ik heb een doornenkroon. Dan zou ik voor de dag erna dit gewoon kunnen laten staan. Met een doornenkroon erbij. Zodat het eigenlijk alweer wat meer groeit. Nou, het verraad is geweest. Dus dan zou je dit er ook bijvoorbeeld weer uit kunnen halen. En eventueel meerdere bloemen er weer bij kunnen zetten. Zodat de nadruk meer op het lijden komt te liggen. Soms gebruik ik ook de rode rozen ervoor. Juist echt met de doornen. Die dan ook weer net als de doornenkroon. Dus zo kun je elke dag het laten groeien. Nou, we hebben hier de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag. Als ik dan doorga naar Stille Zaterdag en Pasen. Ik heb deze mooie steen die eigenlijk voor mij al jaren symbool staat voor het graf van de Heer Jezus. En die steen zegt eigenlijk al genoeg. Dus het is, ik doe het vaak met wat mos erin. Of we hebben er zelfs lichtjes wel eens in verwerkt. Op Stille Zaterdag zorg ik dat ik breid het dan wat verder uit. Dat de steen ook echt nog dicht zit. Laatst was ik aan het wandelen op de hei. Het kwam nog grotere tegen. Ik denk, oh, die past nog beter. En in de Stille Zaterdag vind ik ook wel de uitdaging dat alles echt dicht zit. Het was echt uitzichtloos en zwart en leeg. En de volgende dag doe ik heel bewust die steen vaak weg. En dan wordt het bloemstuk enorm uitgebreid. En dan echt Pasen. Dat vol met de narcissen die dus symbool staan voor Pasen. Het is één grote wilde van witte bloemen en gele bloemen. En eigenlijk hoef ik dan ook geen begeleidende tekst meer erbij te schrijven. Want ja, dat spreekt voor zich. Dan is het Pasen en vol glorie en pracht. Ik merk in de stille week als het gemaakt wordt dat mensen het ook echt wel het waarderen. En het als iets aanvullend zien op wat er al verteld of is laten zien. Ik hoop eigenlijk dat het mensen steeds nog meer gaat aanspreken. Want er zijn zoveel andere feestdagen waarin je het ook nog kan gebruiken. En als je er even in verdiept, zit er zoveel mooie symboliek in. Waar je, daar begon ik straks al mee, van als je geen woorden meer hebt om te weten hoe je iets moet vertellen, kan je het hiermee wel laten zien. Dus ik hoop stiekem dat mensen hier enthousiast van worden.